Het onderwijsproces zal vanaf 1 oktober er anders uitzien. De leerlingen moeten fysiek aanwezig zijn op school voor de vakken rekenen en taal. Dit legde minister Marie Levens van Onderwijs gisteren uit tijdens een persconferentie. Op de basisschool zal nu het accent worden gelegd op de vakken rekenen en taal, omdat bij deze vakken de kinderen de leerkracht nodig hebben, zegt de bewindsvrouw. Bepaalde vakken, daar hebben de leerlingen hun leerkracht echt nodig. Rekenen en taal, dat zijn twee vakken die erg veel begeleiding vragen van de leerkracht op school. Die twee vakken worden sowieso op school gegeven. Maar er zijn andere vakken. Als je speciaal materiaal ontwikkelt, wij noemen dat zelfgestuurd onderwijs. Als je speciale materiaal ontwikkelt, dan krijgen die kinderen elke week als ze naar huis gaan een blaadje mee. En daarop staat precies wat ze moeten doen. En het wordt zodanig uitgelegd dat ze zichzelf kunnen helpen. Maar ook dat een grotere broer of ouders kunnen helpen met de vakken die niet per se op school gegeven worden. De leerkracht zal wel nadrukkelijk kijken hoe de kinderen dat lesje begrepen hebben. De lessen die niet op school worden verzorgd, zullen via de radio en televisie worden uitgelegd, geeft Levens verder aan. Maar ze krijgen ook hulp via de radio. Dus die lesjes worden ook via de radio verzorgd en ook via de televisie. Dus schoolradio en schooltelevisie komen weer in. Maar social media in de vorm van YouTube en livestreaming, die zijn er ook. Maar we houden vooral rekening met de kinderen die geen internet hebben, geen iPhone hebben, geen smartphone hebben, misschien zelfs geen televisie thuis hebben. Met die houden we ook rekening. En daarom gaan we die lesjes, die zelfgestuurde lesjes, krijgen ze elke keer niet hele stapels, maar elke keer per les, zodat ze het kunnen volgen. De meeste mensen hebben wel een radio, dus als ze naar de radio luisteren, horen ze die les. Als ze het gaan lezen, dan begrijpen ze het beter. En dan mogen ze wat vraagjes beantwoorden. En die vraagjes, die worden op school behandeld. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze sprak gisteren tijdens een persconferentie over het nieuwe onderwijsproces dat vanaf 1 oktober van start gaat.